Hey, een hele goede middag allemaal. Het is vandaag uh, dinsdag 10 oktober 2023 en ik voelde dat ik een spraakbericht wilde inspreken. Gezien alle um, verder escalerende tafereelen in de wereld, die uh, voor sommigen van jullie denk ik uh, niet als verrassing komen, voor anderen misschien ook weer wel. Soms tegen beter weten in, soms hopen we dat het niet zo gaat zijn, maar uh, ja, het is er wel. De situatie nu in, uh, in het Midden-Oosten. Um, en waar ik, uh, waar ik het even kort over wilde hebben. en wellicht dat ik morgen nog een langer bericht inspreek. is um, ja, dat we hier echt gedemonstreerd krijgen. en in feite gewoon nu echt de kans krijgen. om direct te doorzien wat hier gebeurt. Om direct te kunnen kijken, te kunnen voelen. intuïtief uh, voorbij de buitenkant. Um, dus wat zie je dan? Wat weet je dan en wat voel je dan? Um, en wat zegt dat? En als ik zo om me heen kijk en ik ging bewust eens even rondkijken op Twitter, dan zien we eigenlijk één um, ding wat het allerbelangrijkste is. En dat is dat ontzettend veel mensen uh, meteen helemaal losgaan in het kiezen van een kant. In het wij verhaal in het strijden, um, het veroordelen, het schelden, het, ja, het meteen al, al zij het met woorden en, um, en bepaalde, ja, nog niet agressieve daden, maar eigenlijk al oorlog voeren. En laat dat nou precies hetgene zijn wat de onzichtbare machten en krachten willen en altijd doen met de mensheid: verdeel en heers op het wereldtoneel kies een kant laat je verleiden um, en vooral ook helemaal afleiden in dit verhaal om onderling als mensen te blijven strijden, laat je verdelen en ja de lachende derde is um, zijn de machten en krachten uh, op de achtergrond ehm um, en tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen direct door hebben, ja, dit verhaal klopt niet. Dit kan helemaal niet. Uh, ik voel van alles daarbij. Dit is, uh, is uh, georkestreerd. Dit, uh, dit is gepland. En dan vervolgens, ja, wat betekent dat dus? En er is natuurlijk nog een groep die ja, al heel lang weet dat eigenlijk alles. Wordt gepland. En alles wordt gemanipuleerd, precies om de reden die ik um, zojuist uh, aangaf om de mensheid eeuwig in de loop te houden, in de visieuze cirkel en hen onderling te laten strijden en in de illusie gevangen te houden dat het wij zij is, Jood tegen uh, moslim, zwart tegen wit, man tegen vrouw, enzovoort, enzovoort, land tegen land. En ja, weet je, dat is niet van vandaag op gisteren. Dat gaat al eeuwenlang, al duizenden jaren zo. En al die trauma's zitten in, in ons allemaal gevangen, in de meeste van ons nog. En in sommige werelddelen dus nog heel erg. En is er echt geen ander perspectief voor mensen nodig. Uh, of, of mogelijk als wij zij. En um, het haten van elkaar en ja, de andere, de andere weer willen onderwerpen aan jou, aan jouw gedachten goed. En ja, volledig daarin in je recht staan enzovoort. Maar het is van belang, en de kracht is in jou, is natuurlijk een vredesbeweging vanuit de innerlijke weg, dat het uiteindelijk altijd voortkomt vanuit een, ja, de geprojecteerde emoties, geprojecteerd trauma van onszelf eh, naar buiten toe, waarin er altijd eh, een schuldige moet zijn, omdat je zelf geen verantwoordelijkheid hebt genomen voor het. Eh, ja, voor het aangaan van, uh, van je eigen innerlijke wonden. Um, eigenlijk een van de weinigen die wat meer bekend uh, is en veel volgers heeft, die dit uh, ja, wel op een iets andere wijze als ik aankaart, maar die daar natuurlijk ook al een hele geschiedenis in heeft, is David Ike. Uh, die ook echt laat zien, en nu vallen veel mensen ook door de mand, hè, die zichzelf dan heel erg wakker uh, vinden, ik heb het daar vaker over gehad, en die direct de speelbal worden van de onzichtbare cult, de onzichtbare machten en krachten... die dit doen om de hele boel op wereldschaal... verder te laten escaleren en te manipuleren. Iedereen is natuurlijk vrij in zijn keuzes. Dat kan ook niet anders. Maar wellicht mag het een, uh, ja, een inspiratie zijn... Um, om eens bij jezelf in te checken en eens te kijken... hé, hey, hoe ga ik hiermee om? Um, want we hebben eigenlijk twee uitersten. Het ene uiterste is wat ik net beschreef, het meedoen in de strijd direct, het vechten. Het, 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 er is maar één kant van het verhaal, wij, zij. En, en daar je eigen trauma's en emoties helemaal in kwijt uh, raken, in kwijt uh, kunnen. En de andere kant, en die is vaak onbelicht, is, en die, ja, die speelt toch in de spirituele wereld, is de passiviteit. Ik vind niks, ik zeg niks, ik wil er eigenlijk niks van weten en ik hou me er niet mee bezig. En dat dan betitelen als: ja, ik laat het allemaal maar los. Ja, ondertussen staat de hele wereld in de fik. Ondertussen worden hier de meest verschrikkelijke wetten geïmplementeerd en aangenomen. Kijk, je kunt blijven doen, hè. we kunnen blijven doen alsof deze eindtijd eh, allemaal zonder slag en stoot gaat. Maar het wordt alleen maar, en dat heb ik eerder gezegd, erger en erger, omdat het van ons ook vraagt om op te staan en grenzen te trekken, om niet meer mee te doen en het woord nee met dikke, vette koeienletters weer opnieuw uit te vinden, tot hier en niet verder. En ik voorzie en wellicht eh, is het ook iets wat via deze beweging mag gaan komen. Ik weet het niet, het maakt ook geen fluit uit. Het gaat niet om persoontjes. Maar uiteindelijk moet het zo gaan zijn, in mijn optiek mag het zo gaan zijn, dat we op gaan staan, net als in de jaren zestig, alleen dan op een andere wijze, vanuit een ander bewustzijn. En ik hoop dat, dat die beweging ook gaat komen, uiteindelijk vanuit de delen van de wereld waarin er nu ja, enorm veel geleden wordt. Waarin we zeggen nee tot hier en niet verder. Nee tegen al die zogenaamde leiders, wat eigenlijk leiders zijn met een lange ei. Die dit over de mensheid, over hun eigen volk blijven uitstorten. Want het maakt helemaal geen bal uit of het de een of de ander is. Ze werken uiteindelijk allemaal voor eh, ja, dezelfde machten en krachten. Het zijn dezelfde poppetjes die in de historie van de mensheid altijd weer hetzelfde doen. We zien dat ook gewoon aan de buitenkant. Het is een eeuwige herhaling van zetten. Dus ja, weet je, dit wilde ik even kwijt. Um, um, ja, weet je, en ik... Um, het zal niet het laatste zijn. Um, ja, gaat er een derde wereldoorlog komen? Die kans is reëel. Dat is mijn visie. Um, alle plannen daartoe zijn mij bekend. Zijn voor sommigen van jullie denk ik ook wel bekend. En zien we nu ook voor onze ogen. Uh, we zien het ook voor onze ogen gebeuren. Um, ja, en we kunnen, we, kunnen, we kunnen alleen maar bij onszelf nagaan. Van hé, hey, ik zei het al eerder, um, wat is jouw individuele rol? Wat is onze rol daarin? En weet je, dat kan ook van het een op het andere moment weer veranderen, want um, de ontwikkelingen gaan zo snel. En het kan ook zomaar zo snel dichterbij komen. Alsof dit nog niet dichtbij was, maar dan bedoel ik ook in fysieke zin. Um, dat dat ook um, ja, ja, meteen meer kan betekenen dat je, dat je daar individueel weer anders mee omgaat en in komt te staan. Maar er is niemand in deze eindtijd, in deze verandering van tijdperk, die weg gaat komen met weg blijven kijken, doen alsof het er niet is, alleen maar mediteren, alleen maar ja, zogenaamd creëren. Wat, um, daar gaan we dan niet mee komen, in mijn optiek. Dus het is een en-en-verhaal, zoals ik al eerder beschreef. We zullen met name ook uitgenodigd worden om, om de confrontatie in onszelf, en dus ook in de buitenwereld, wel echt aan te gaan. En ons te beseffen: wat ga ik daarin doen? Hey, tot zover. Um, waarschijnlijk binnenkort wel weer een vervolg. En um, heb het goed. En uh, blijf eerlijk naar jezelf kijken. Goed. Groet.